We zijn terug bij de Avocado Show. Ik sta hier weer bij Ron. Ron, je hebt hier een aantal gerechten op staan. Hoeveel gerechten heb je op de kaart? Wisselend, maar meestal toch wel rond de 20. 20, 22, zoiets. En alles met avocado, hè? Alles met avocado's, ja. Als je nou, hier heb je drie voorbeelden staan. Leg eens uit. Dit is de avocado, de avogarden eigenlijk. En dat is vernoemd naar een tuin vanwege de eetbare bloemen, alle spijzen die er omheen zitten, alle kruiden die erop zitten. Het zijn twee avocadohelften gevuld met heerlijke hummus. Het wordt gesfeerd met brood, dus het ziet er heel mooi uit. En dan pak je eigenlijk alles door elkaar heen en gaat hij gewoon eroverheen. Een hele mooie presentatie. Dankjewel. Ja, ook heel erg geschikt voor vega, vegans, ja. Dat soort dingen. En je kunt er alle kanten mee op. Dus je kunt avocados vullen op allerlei manieren. Verschillende soorten hummus gebruiken, noem maar op. Hoe kom je aan die ideeën? Dit idee komt bij Food Deco vandaan. Dat is Colette. Dat is een waanzinnige food developer. Daar werken we mee. Daar hebben we ook dat boek samen mee gemaakt. Zijn we naar gaan kijken. Zij heeft hele mooie ideeën en hele mooie vormen. En zijn we gaan kijken van oké, hoe kun je dat dan de realiteit in krijgen? Hoe kun je dat werkbaar krijgen in een keuken of in een volle zaak? Weet je wel, hoe werkt het dan? Het zijn wel echt plaatjes. En als je naar het tweede voorbeeld gaat? De Avo Bun Burger. Ook weer zoiets, eigenlijk een formule. Hè? Ik bedoel, je kunt er kimchi tussen doen, je kunt er vis tussen doen, je kunt er wagyu tussen doen, je kunt er alles tussen doen wat je wil. We vervangen het brood met avocadohelften. Ja. En eigenlijk precies hetzelfde als een hamburgerbroodje, dus ook met sesamzaad. Bij ons drie verschillende, wit, zwart en wasabi. In dit geval is het ook nog een cheeseburger, dus er zit een beetje kaas op, zit een beetje bacon op. Huisgemaakte grillsaus, zitten wat crashes onderin. Dat is echt super mooi. Ja, en al deze gerechten die heb je dan ook in je boek gezet, denk ik. Zeker, ja, absoluut. Waar is het boek te bestellen? Via de Avocado Show website, maar ook via alle grote. Dus je kunt via bol.com of Bruna, zoek het maar op, eigenlijk overal. Ja. Nou, wil je inspiratie over gerechten met avocado? Zou ik zeker eens naar kijken. Als we naar de derde gerecht kijken, wat je pokeball achter? Dat is de pokeball, ja. De Avocado Show pokeball, die is echt de hele wereld over gegaan. Fantastisch, hebben we met Jamie van Heijen ontwikkeld. Echt een ten eerste een hele goede vriend, fantastische chef. Ja. En ja, kijk maar. En ook deze kun je op verschillende manieren doen. Je hebt, hieronder zit natuurlijk sushi rijst. Daaromheen zit een kroon van avocado, zoals het heet. En dan vullen we de compartimenten. Nou, dit is zalm en mango, maar je kunt ook een volledige vegan versie bestellen. Dan halen we de zalm weg, vullen we andere dingen in. Je kunt het zelfs met kip maken, je kunt het met tonijn maken. Supermooi. Noem maar op. Ja, ik denk een feestje om hier te komen eten. Zeker. En ik zou ook zeggen van, ga het eens bezoeken. Twee locaties in Amsterdam? Twee locaties in Amsterdam, derde in de bouw. Ja. En ook nog in Brussel. Brussel zeker, die is ook al open. Op de Anspachlaan en in Amsterdam zitten we in Zuid, op de Willemsparkweg. Ook met een to-go vestiging en de originele in de pijp. Altijd welkom. Ja. Nou ja, ook als chef kom je inspiratie op doen. Dus hartstikke mooi product en een schitterende firma en een hele gepassioneerde ondernemer. Dankjewel voor het bezoek. Jullie bedankt, ook voor de goede service altijd bij Van Gelder. Thanks. Okay. Abonneer of volg Van Gelder via social media en mis geen enkele video.